Karel, zou jij graag ver zijn voor een dag? Ja, voor één dag maakt me dat absoluut niet uit. Met plezier. Ja, ook gisteren. Ja, ik denk dat we toch wel een beetje zo moeten ons inwerken en operationele snelheid daarin verkrijgen. Maar ook gisteren zou ik dat wel willen doen. Waar niet dat ik van mezelf niet vind dat ik een volledig neutrale blik op een wedstrijd zou kunnen hebben waarin dat club één van de twee ploegen is. Maar los daarvan, ja, bring it on. Cool. Dit en nog zoveel meer in de Klokkenpodcast, nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, Mignolet! Met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, stop Olsen. Franke van der Elf, het is er. Zo, Karel hoorden we in de intro. Nicola, je bent er vandaag ook bij. Niet als host, maar als gast nog eens. Ja, plezant, hè? Nee, Ja, ik vind dat soms een keer leuk voor een keer af te wisselen. Dus merci, Thibaut, om de taak van mij over te nemen. Graag gedaan, dus graag gedaan. En zeker na zo'n weekend of na zo'n week, wel leuk om in een aflevering te zitten, denk ik. Ja, en Karel is er weer bij, hè? Dus Ja, ook, Karel is er ja, altijd bij hey. Als we winnen. De Lucky streak charm. goes on. Dus ja, nee, Ja. dat klopt. Nee, heel blij natuurlijk, hè, na twee overwinningen in Europa. Ja, 16 op 18. En dan aan Gent thuis kloppen, dat is altijd plezant. Zo'n Ja. weekend gehad. Ja, Karel, we komen van. Een maand geleden, denk ik, komen we van minder leuke momenten als clubsupporter. Het is toch wel fijn op dit moment. Het is nu wel alleen genieten, alhoewel er nog altijd er zijn Ja, opmerkingen die gemaakt kunnen worden. Ik bedoel, sowieso. ik probeer dat altijd iets meer te laten rusten en dan te analyseren van waar komt dat. Maar er is commentaar te maken op onze flanken, bijvoorbeeld de beslissing van de flanken, op bijvoorbeeld onze tweede helft gisteren. Maar in het algemeen, het resultaat staat er. Waar het niet dat VAR in de wedstrijd tegen Mechelen Ja. niet echt op de afspraak was, dan hadden we tegen Mechelen zeker ook gewonnen. Maar ja, ik denk dat je op een bepaald punt moet je eerst de resultaten pakken en dan komt de rest wel. En dan weten we volgens mij ook iets te weinig. Hebben we niet genoeg inside info om te weten waarom bepaalde beslissingen waar wij ons vragen bij stellen, bijvoorbeeld het Ja. gebruik van Jutglau op de flank, het altijd verkiezen van Zinkernagel boven Skof en Nusa, het niet selecteren van Skoras voor heel wat wedstrijden, terwijl hij wel al mooie dingen laat zien. Het zit hem allemaal op die flanken, maar dat begrijpen wij niet helemaal. Maar het heeft zijn redenen, klaarblijkelijk. Want het helpt wel op een of andere manier aan ja, de mooie reeks al aan het neerzetten zijn. Ja, sowieso. En de reeks begon met het Europees voetbal, Nicola. Donderdag thuis tegen Bodo voor de groepswinst die we hebben kunnen binnenhalen. En ja, er was veel heisa te doen na KV Mechelen van je moet altijd met Nusa en Skof spelen. Wat deed Deila donderdag? Hij zette natuurlijk Nusa en Skof aan de aftrap. Ik kon niet meer anders, Hij kon denk ik niet meer anders, inderdaad. Ja, Ja. en ja, het rendeerde wel. Nee, absoluut. Rendeerde zeker. En de commentaar was dan ook meteen toen dat hij startte, Skov en Nusa, dat ze dat zondag niet gingen spelen, hè, tegen Ja, Agent. ja. Maar bon, één van de twee mocht toch blijven staan. Nee, en het rendeerde zeer goed, hè. Club eigenlijk nooit op geen enkel moment in die wedstrijd in de problemen gekomen. En ja, een vrij makkelijke, rustige Europese avond, hè. Zoals er eigenlijk al dit seizoen een aantal hebben gehad. Ja, het is eigenlijk een geruisloze groepsfase geweest, moet ik zeggen. Ja, en wat nog opviel, Karel, was De Kuyper, die op de rechtsback werd geposteerd. Buchanan naar de bank en Meijer linksback. Ja. Een keuze die Deila wel een keer al had gemaakt, denk ik, als maar invaller. als De invaller Kuyper, dan, ja. Mechelen op had hij toen Union, gedaan, hè. en op, op Union, denk ik ook. Waar hij scoort ook, De Kuyper. Maar toch de eerste keer als basisplaats, ja, rechtsback tegen zijn voet, vond ik toch een verrassing. Het is een soort van ja, inverted wingback systeem, alhoewel dat hij niet Ja. echt inschuift in dat middenveld. Maar die cutbacks vanuit die zone 14 dat hij dan maakt, dat is dan wel altijd interessant om die
indraaiende voorzetten te geven richting een inlopende Van Aken, richting Thiago. Ik heb denk ik het gevoel dat je... Met Buchanan kun je die overlaps en die overlapping wingback runs, mm-hmm. dat die achterlijn en dan die, ja, de 45, zoals Wesley Song zou zeggen, maar die terugkerende moeilijke voorzet. Pas, ja. Als je Buchanan niet fit hebt, dan is dat met Odoi, gaat dat veel minder gebeuren. En dan vind ik het wel interessant, omdat als je dan toch die twee profielen hebt, je hebt Meijer op links, die dan wel die overlapping runs doet. En je hebt dan de Kuiper, die blijkbaar toch ook op rechts kan, omdat die eigenlijk... Ja. Veelzijdig genoeg is, dat je hem dan ook gewoon brengt en dat je het dan doet. En het heeft twee keer wel goed gewerkt, vind ik. Er was al wat commentaar op de ja. Kuiper, dat die... Allee, ik denk dat Van der Rijken was die in het nieuwsblad daar commentaar op had, dat hij te veel ruimte liet aan Fofana. Ik vond dat hij eigenlijk vrij goed dekte. Fofana vond ook zijn werk goed deed. Ja, tegen Gent vond ik het wel goed. Tegen Bodo had ik wel de indruk dat hij in het begin wel... een beetje lastig had. Zeker in die eerste helft is hij door Mignolet ook een paar keer serieus aangeroepen geweest, omdat hij zijn man wel liet lopen op zijn flank. Die Pellegrino, die toch een van de... Ja, die moet de penalty omzetten dan uiteindelijk voor Bodo, maar een van de topspelers daar is. Maar die overlap doet hij ook op rechts, hè, want... Ja, dat is op de goal van goeie assist ook, hè, bij die 2-1. Ja, doet hij het gewoon goed. Ja, en wat niet abnormaal is, hè, als je op rechts wordt geposteerd, dat het in het begin niet altijd even gemakkelijk is. Dat lijkt wel dezelfde positie natuurlijk, links en rechts, maar ik kan me wel voorstellen als linkse voet op de rechtsbackpositie, dat toch even altijd wennen moet zijn. Nou, de manier waarop dat je de bal aanneemt, hè, is al helemaal anders. De manier waarop je dan het spel verder zet ook. Waar dat je lichaamspositie naartoe draait. Er zijn heel veel verschillen in met de rechtsvoeten op rechts. Ja. Zou het puur verdedigen niet makkelijker zijn voor je binnenkant zo af te dekken? Omdat je dan daarmee goede voet staat? Ja, maar dat is moeilijker voor je buitenkant af te dekken. Het gaat altijd iets zijn. Anders wordt dat al meer gedaan. Hè. De enige die ik echt ken van de toppers is Cancelo, die wat tegen zijn voeten staat. Ja, die is tweevoetig. Maar die is perfect bijna tweevoetig inderdaad ook. Terwijl Max gebruikt heel vaak ook nog zijn buitenkant nu dat hij op de rechtse positie staat. Maar ja, is dat niet stilaan toch? Kunnen we al niet zeggen. De Kuiper ook een van de betere mannen dit seizoen bij Club al. Samen met Van Haken, denk ik, dat zijn toch de twee die er voor mij bovenuit steken. Ja, ik zit hem ook zeker in mijn top 3 van dit seizoen tot natuurlijk de Kuiper. En zijn assisten zijn ook... Ja, hij heeft een gigantisch aantal al. Hè. Tegen Bodo eigenlijk ook 2, want hij heeft daar ook nog een assist met buitenkant voet. Op Thiago, die dan nog afgekeurd wordt. Dat is eigenlijk, als het helemaal goed gaat, 2 assists weer in een wedstrijd. En dat voor een verdediger nog altijd. Ik denk dat het bijna van de tijden de Kok en Peter van der Heijden geleden is dat de backs zoveel assists gaven. 10 assists en 2 goals op 29 wedstrijden. Als een flankverdediger. Ik bedoel, dat is onder 200 minuten heeft hij een assist. Dus... En niet als flank... wingback zoals in een 3-5-2, daar kom je wel van vaker voor de goal. Ja, maar echt als in een 4-3-3 van achter, dat is heel, heel straf. Ja, hij zet eigenlijk gewoon de lijn door van bij Westerlo, hè, de afgelopen 2 jaar. Dus, Maar het is nu al meer assists dan bij Westerlo. Hè. Ja. Bij Westerlo was hij vooral beslissend op basis van goals. Dat hij 9 goals op een seizoen. Penalties ook een paar penalties. En ik denk 7 assists vorig jaar. Dat was ook... Ja, het is een ongelooflijk. En het is ook gewoon een leuke speler, omdat... Ja, het is een echte Bruggeling, hè? Ja, is wel Knokke, bijna. Is hij wel Knokke? Oké. Okay. Dat is bijna een beetje hetzelfde accent. Dus, een beetje hetzelfde accent. en ook omdat hij zo'n ganse jeugd bij een club heeft, dat is altijd leuk. Hè. Dat is altijd leuk, hè, als die nu in de ploeg staat. Je ziet dat ook, dat die geeft echt alles voor de ploeg. Dat is mooi om te zien altijd. Ja, en de evolutie is ook enorm. Ik herinner me, een paar jaar geleden spelen we Europa League op Old Trafford, op Manchester United. En stond de Kuiper ook in de basis. En ik weet nog dat ik hem zag spelen, dacht... Oei, maar die is veel te licht, of nog veel te licht voor club. En ik had het er eigenlijk toen dat hij vertrok naar Westerlo, niet meer in gezien dat hij ging terugkomen. Maar ik ben heel blij dat Maxime het tegendeel bewijst, want zijn evolutie is enorm. En wie weet hoeveel verder dat nog kan gaan. Hè? Ik schat de Kuiper op hetzelfde niveau als een Van de Keibus, die dan toch minder heeft... het speelt ook niet verkeerd natuurlijk. Hè, maar, het ding is, als je regelmatig naar de beloften keek in die periode, de Kuiper was wel een speler, in tegenstelling tot Van de Keibus, die
al iets langer bij de belofte meedraaide en die daar al iets langer ook een bepalende rol speelde. Dus dat wel net iets meer leiderschapskwaliteiten van de Kuipers, die kwam kijken bij de belofte, werd vrij snel ook doorgeschoven om mee te gaan trainen met de eerste ploeg. En vrij snel dan zijn kans ook gekregen in een Europese wedstrijd en dan ook vrij snel gemerkt van oké, het is goed dat hij dan in de winterstage in Qatar had hij dan een wereldgoal gescoord tegen Ajax, denk ik, van de Kuipers. En de Kuiper had toen ook, denk ik, in die winterstage een mooie goal gescoord. Maar de Kuiper heeft bepaalde kwaliteiten, zijn stilstaande fases, waardoor het eigenlijk altijd ook nuttig gaat zijn voor de ploeg, zelfs in niet in een wedstrijd. En heeft dan ook nog een keer een positie waarin dat het een mindere wedstrijd als een flankverdediger, dat kan sneller gecompenseerd worden door de rest van de ploeg dan een mindere wedstrijd als een aanvallende middenvelder. Of centraal, En ook, het is een iets minder populaire positie ook, hè. Aanvallende middenvelders lopen er eenmaal meer voor, meer op. En zeker linksvoeten nog een keer. Je hebt wel bij club twee hele goede linksbacks. Dat daar wel een stevige concurrentie is. Maar als hij het zo kan oplossen, Deila door de Kuiper rechts en Meijer links te posteren. Ja, dat wil natuurlijk wel zeggen dat Buchanan, ook gisteren, dat zat hij op de bank. Is dat iets van een keuze van de coach of is het toch wel mijn transfer in zijn achterhoofd. Voor 50 miljoen naar City, hè, las ik. Op de clickbait site. Ik zou daar niet te veel van geloven. Nee, dat doe ik ook zeker niet. Ik breng hem met de auto of met de fiets voor dat geld naar Manchester. Er zijn er nog die dat gezegd hebben. Ja. we pompen het gewoon wel een beetje op. Zo. We weten nooit dat City zegt. Ze hebben spelers nodig. Ze zitten met een te krappe kern. Dus welkom, Pep. Ik graag rond. Het is kerstmarkt in Brugge. Keuze houden zeker van de coach? Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is voor club dat de Kuiper zijn minuten krijgt. Links of rechts, maakt niet uit. Want bij mij leeft het gevoel toch wel dat het de bedoeling is dat een Buchanan, dat die doorverkocht wordt. Dat het ook een bedoeling is dat Meijer op een bepaald moment ook ten gelde gemaakt wordt. Dat dat jonge spelers zijn waar je nog meer waarde op wil nemen. Maar dat het dat met de Kuiper en met Sabbe, dat er twee spelers zich aandienen. De Kuiper nu al. En Sabbe komt ook nog hopelijk terug, Sabbe. Ja, dat is ook als hij uit blessure terugkeert, vrij snel. Maar dan ten laatste eigenlijk volgend seizoen dat eigenlijk uw eerste keuzes moeten zijn op als flankverdedigers. En dan sta je er wel in met eigen jeugd op de flank van achter. Wat homegrowns. We kunnen wel al een ploegje opstellen met eigen spelers binnenkort. Zeker. En nog over jeugd gesproken. Nu niet echt eigen jeugd, maar Ordóñez mocht ook weer aan de aftrap staan, Nicola, donderdag. En deed het eigenlijk weer heel secuur. Ja, absoluut. Ik vond nog niet de grote test, Bodo Glimt, maar dat bleek zondag dat hij het wel doorstaan had uiteindelijk. Dus dat is altijd een beetje afwachten, want hij is al een paar keer mogen starten, maar niet nu tegen de allerstrafste aanvallers. Maar nee, hij doet het zeer goed, zeer secuur. Het is niet de super uitvoetballende verdediger, à la Silla die drie man gaat dribbelen en doen, maar in duels zou ik er niet graag tegenstaan. En houd het kopje er wel bij voor iemand die nog altijd maar 19 jaar is, denk ik. Dus zeer belangrijk op die leeftijd. En ook hij enorme stappen gemaakt. Want ook bij Next een heel lange aanpassingsperiode had voor iemand uit Ecuador komt, zeker? Ja. Ecuador. Independiente daarbij. Maar nee, doet dat zeer goed. En we hebben er toch weer een groeibrillantje bij, denk ik, vanachter. Maar ik zou zeggen, voorzichtig brengen en zeker niet te vroeg te veel brengen ook. Sowieso. En we bekeren dus voort, moet ik zeggen, in de Europese competitie. Ja, voor degenen die geïnteresseerd zijn naar onze tegenstander, dat ga ik nog niet kunnen zeggen, want dat wordt pas geloot in eind januari of begin februari. Nee, het zal februari zijn. Eind februari pas. Dus we geven onszelf, door eerste te zijn, ook wat extra rust op die manier. Dus dat is ook wel fijn. En we ontlopen een zeer lastige tegenstander, hè? Want weet je dat Bodo Glimt heeft geloot vandaag? Nee, eigenlijk niet. Ajax Amsterdam. Ajax. Dus, lastige tegenstander. Ja. Ja, pas op. De vijfde Nederland. Ik zou het toch liever niet tegen spelen. Vijfde Nederland, misschien ook wel vijf keer budget. Nee, ja. Zoveel zal het misschien niet schelen. Ja, en ook Union bijvoorbeeld. Union heeft ook Frankfurt. Dat is ook een ploeg dat je liever niet hebt in zo'n tussenronde.
Gent moet Maccabi Tel Aviv of Maccabi Haifa. Maccabi Haifa. Haifa. Tel Aviv hebben ze ervoor gehad. Ja, maar ook altijd, je hebt maar gezien, Gent is daar toch altijd ambetante verplaatsingen. Dus en Rafa, goed dat we, goed, met terugkeer naar België? Ja, ja, ook. Ook. Dus toch goed dat we die ronden hebben uitgesteld, zou ik zeggen. Dat wij kunnen gewoon kijken naar wat de rest doet en... Het is wel jammer, het is echt geen aangename loting voor de Belgische ploeg die er nog in zit. Nee, klopt. Dus het is echt jammer. Ik hoop dat de Union kan stunten tegen Frankfurt, want dat gaat heel moeilijk worden. Ja, ik vind pas het op. Die zijn ook niet... Ja, in Duitsland zijn natuurlijk wel een paar goede spelers, maar... In Europa hadden ook al een paar keer een pak slaag gekregen. Ook, ja, die hebben juist gewonnen van... Bayern, ja, maar Bayern met 5-1, ja, dat klopt ook wel, natuurlijk. Dus als je Bayern kunt verslaan, dan zult je wel geen verkeerde proef zijn. Maar in Europa maar toch maar tweede geworden, denk ik, achter PAOK Thessaloniki. Ja, denk ik. Dat dat toch niet zo. Ja, maar dat ze er nu ook heel pas... Straf, nee, klopt. Is, maar dat ze Union loten, omdat ze pas tweede zijn geworden in de Conference League. Mm-hmm. Ja, maar goed, het hoofdstukje Conference League hervatten we dan eind februari. En daar kijken we met plezier naar uit. Het stukje Jupiler Pro League gaat nog verder. En gisteren ook. 2-0 overwinning tegen Gent. Enkele wijzigingen in de basiself. Ordonez bleef wel staan. En in het middenveld kwam Nielsen eigenlijk erbij. Allee, Onyedika eigenlijk erbij. En Vetlessen ging naar de bank. Zo was het. En Skof mocht in de ploeg blijven staan en Nusa verhuizen naar de bank voor Zinkernagel. Dat was het eigenlijk. Eigenlijk een beetje de verwachte opstelling. Alhoewel waren er weer fans die speculeerden, we moeten met Nusa en Skof spelen. Ja. En Dela greep toch terug naar Zinkernagel. Ja, begrijpelijke keuze. Ja, maar Dela had ook al meegegeven na de wedstrijd tegen Bodo Glimt dat... Nusa nog niet klaar is voor 90 minuten te spelen. Ja. Dus dan versta ik wel dat je met een Zinkernagel start en een Skof Olsen die 100% fit zijn. En dan kun je Nusa nog altijd als joker gebruiken op het einde. Dan kun je denk ik misschien beter 30 minuten vol alles uit Nusa halen dan dat je hem misschien in de beginfase van die wedstrijd tegen Frisse Vredeers moeilijk is. Van Nusa zag, die oogde ook niet top, hè. Dus... Nee, klopt. Die lijkt wel fysiek nog altijd... Het is ook gezegd geweest, hè. Hij zal fysiek zeer rustig gebracht moeten worden. Ja, hij is toch wel aan het sukkelen, hè. Ja. Ja. In mijn ogen, als je hem kan... als je hem tegen Union een uur kan geven, dan zou me dat super lijken. Ja. Of als hij een goed uur tegen Union kan geven. Ja. Ja, of een inhoudbeurt, dat maakt niet uit, maar... Ja, als het effectief zijn bedoeling is om met Nusa en Skof te voetballen, hè. Ik heb mijn mening ook eens online gezwierd in de week. En ik ben ervan overtuigd dat we meer resultaat gaan halen zonder die twee te samen aan de aftrap te brengen. Meer defensieve stabiliteit, daar volg ik ja. Ik denk wel, alhoewel dat een organisatie, Zinkernagel is een organisatie gewoon in zijn positionering iets slimmer. Dat is iets dat heel moeilijk... in beeld te brengen, dat ze heel moeilijk te zien is. Ja, maar ik denk dat hij gewoon iets beter aanvoelt waar dat hij, door zijn ervaring waar dat hij moet staan om ballen te intercepteren, om lastig te zijn, om paslijnen af te blokken, dan dat de Nusa dat kan. Wat ook normaal is, Nusa is jong, hè? Gaat in zijn verdedigen, dat gaat nooit een kraan zijn, omdat hij ook het geluk heeft dat hij... zo goed is in zijn dribbelen en in zijn snelheid en in zijn afwerken en zijn laatste pas, dat hij altijd hoger zal mogen blijven staan van coaches. Ja, dus hij moet ook op... ten dienste van Nusa spelen. Het viel mij ook op gisteren hoe, ik weet niet dat iemand was opgevallen, maar hoe dat Mignolet constant bij elke bal dat buiten ging, was hij heel hard aan het coachen op Nusa altijd. Hè. Of kwam ik hier naar de bank om bij te sturen. Mm-hmm. Hij was heel fel de tweede helft. En ook een paar keer... 1-op-1 met Nusa. Ook tijdens de wissel van Nusa gaat Mignolet ook naar Nusa toe. Zo gaat er nog iets zeggen. Ik begreep het niet goed, maar dat was wel dat viel mij wel op. Dat hij er wel mee bezig is. Zou het kunnen dat hij voelde wat wij ook voelden? Dat ondanks dat we met een man meer speelden, dat hij eigenlijk op momenten wel gevaarlijk was. Zonder ik echt grote wel. Kansen af te dwingen. Maar dat hij zegt van, als die hier... Ja, we maken geen derde goal. We doen ook geen aanstalten om een derde goal te maken.
En als we hier eentje tegenkrijgen, dan wordt hij nog spannend. En daar had Simon volgens mij ook geen goesting in. Nee, ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. Je voelt het wel aan alles. Stel dat we nog één tegenkrijgen, dan ging het wel nog... Ja. Dat ik nog bibberen zijn, niet tegen 10 man. Dan ging het een Union-verhaal worden, hè. Ik had mega hard de tweede helft het gevoel van Union vorig jaar. Maar echt mega hard. Ja. Dat was echt twee druppels water. Ik dacht echt, ja, de moment dat je hier een goal krijgt, dan gaat het hier 2-2 worden. 100% zeker. Ja, ik voelde ook gewoon die tweede helft van club. Ja, het was als puur op die nul houden en zo weinig mogelijk weggeven. En aanvallend zeker geen risico pakken. Ja, het is dubbel in natuurlijk. Dijla heeft uiteindelijk nadien gezien gelijk gekregen, want ja, je wint met 2-0, houdt weer de 0. Je heeft uiteindelijk nog één goede kans weg aan Gent. Je kreeg er zelf ook eentje, denk ik, met Skovolsen. Ja. Het is een beetje jammer voor het publiek natuurlijk, want ja, je gaat natuurlijk wel voor spektakel te zien in een stadion, maar puur resultaatgericht kan je er eigenlijk niks op zeggen. Hè. Er was in de WhatsApp-groepen hier en daar weer van, ja, schandalige tweede helft. Maar langs de andere kant denk ik, ja, zo dom is het. Ja, je dan gewoon blind gaan aanvallen en dan op een counter loopt met zo'n Tissou Dali of het een of het ander, die er toch nog eens aan ontsnapt. En dan zelf tegen 10 man, ja, gaat sowieso al een keer voor hebben. We weten niet alles, hè. We weten niet hoe dat de fysieke paraatheid van de kern op dit moment is, welke workload die aan kunnen. Dus dat speelt allemaal ook waarschijnlijk mee op een of andere manier. Maar... Ja, los van de redenen waarom, is het wel een historische kans gemist. Is dat voor rust, sta je 2-0 voor tegen Gent. Op dat moment druk je al niet voort, terwijl dat op dat moment was minuut 37 zeker. Dus je hebt nog een goede 10 minuten dat je kan verder duwen om misschien 3-0 aan de rust te staan tegen een man minder. Om er misschien een keer een historische partij van te maken, waar we jaren later nog over zouden spreken. En om eventueel ook de commotie na de wedstrijd ook stil te leggen al. Dus dat mis ik nog wel. Dat is voor mij nog een verschil tussen een club die nu goed is en in vorm is en resultaten haalt en een club waar dat we weer allemaal echt verliefd op zijn. Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook wel. Maar vooral eerder we naar de tweede helft gingen, was er natuurlijk een eerste helft geen probleem. Een eerste helft dat vol stond van de controverse. Online toch en overal. En je merkt, ik vind dat je dat wel merkt in het stadion ook zo. Dat je dat dan, dat iedereen dat doorkrijgt van, ja, Move-vrienden en Buffalo-vrienden en al de rest van Twitter en Vlaanderen. Dat er toch heel veel te doen was om de beslissingen die werden genomen op het veld. En ja, wat moeten we er nu van denken? Zoals de eerste fase, komen we daar goed weg, ja of nee, Karel? Ik zou durven zeggen van nee, dat dat eigenlijk een correcte beslissing was. En wel om twee redenen. Eén, kun je die strafschop geven, gewoon puur die fout aan zich? Ja, als die gegeven wordt, dan gaat de VAR niet tussenkomen. Dan is dat geen clear error. Er is contact, het is in de 16, hij gaat neer. Hij gaat heel graag neer. Hij gaat neer op het moment dat Meijer voor hem komt en dat hij ziet dat hij eigenlijk niet meer kan afdrukken. Dus hij zoekt een strafschop, ça va, maar het is niet dat hij geen enkele reden heeft om een strafschop te zoeken. Is er voordien al contact tussen Kuipers en de Kuiper waar je misschien ook een fout voor kan fluiten? Ja. Is er 2 seconden daarvoor een fout van Tissou Dali op Nielsen? Op de bal die naar Kuipers gaat, ja, 100%. Dus voor mij, zelf al gaat de VAR gaan kijken naar die fase, moet hij terugkomen door die eerdere fout. Dus er is geen discussie mogelijk voor mij. En op het moment zelf, ik zit in de Zuid, dus ik zit aan de andere kant van het stadion, kijk je om en dan zeg je van, ik weet het niet, het is te ver om te zien, maar er is bij contact. Mij is dat vlak voor mijn neus in de Noord, en ik vond het zeer licht. Ik vond dat Kuipers zeer retenering. Maar bon, like dat Karel zegt, ja, je kan hem fluiten inderdaad, maar voor mij begint heel de commotie van dit verhaal eigenlijk al voor de wedstrijd. Want als je geen trainer hebt die heel die wedstrijd zo oppookt, bedoel, ga maar een keer als VAR in dat kotje gaan zitten, weten dat Van Haasbroek net heeft gezegd van ja, op Club Brugge worden de beslissingen anders genomen. En zullen we waarschijnlijk wel weer compensatie krijgen voor vorige week. Ja, bedoel, dat is eigenlijk behoorlijk hallucinant. Hè. Bedoel, dan verpest je het eigenlijk al op voorhand. Hè. Daar begint heel de commotie mee. Hem altijd volledig volgt ook. Ja. Ja. Ja.
Ja, maar en blindelings vandaag nog een dag na de, na de beelden over de eerste fase. Ik zie daar nog een reactie van Luagi inkomen, die blijkbaar ook die fout van Tisudali op Nielsen compleet vergeet. Dus, ze bij hen heb ik de indruk dat ze alles eraan laten doen dat die beslissing pure compensatie is voor vorige week, maar dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ja, dan moet je wel concluderen dat je nog een mentaal sterke ver hebt, eigenlijk. Want die leest ook natuurlijk, maar Van Azen ook mentaal het spelletje aan speelt. Maar als je nu... De VAR heeft toch eigenlijk, in tegenstelling tot vorige week, alles in mijn ogen perfect beoordeeld. Ik denk niet dat hij op een fout te berispen is. Die zal een goed rapport krijgen. Er was geen moment waarop hij moest ingrijpen, dat hij niet ingegrepen heeft, of dat hij ingegrepen heeft, dat hij niet moest ingrijpen. Dus voor mij is dat een goed rapport voor de VAR. Ja. Zo slecht als vorige week was, vond ik ze eigenlijk deze week zo goed. Ja. Dus, wij zeggen dat hier. En in Barotelli is dat gezegd geweest door Evert Winkelmans. Mm-hmm. In Shotcast is dat, ik heb beluisterd, Shotcast is dat ook gezegd geweest. En waarschijnlijk zal in 90 Minutes zal Filip Joos ook tot dezelfde conclusie komen. En met een beetje chance in extra time ook. Ja. Maar de andere pak 2-3 miljoen Belgen die geen podcast luisteren, die hebben dat allemaal geen enkele keer meegekregen. Mm-hmm. Nee, dat klopt. Nee, dat is, niet dat in de digitale feit. Krant gisteren, niet in de papieren krant vandaag, niet op de website, nergens. Dus de publieke opinie is gekleurd. Hoeveel dat wij ook ons best doen om daar zo neutraal mogelijk naar te proberen kijken. De sensatie is gezocht. Ja, natuurlijk, ja. Het probleem is dat die kranten leven van die tweestrijd en die polemiek die ontstaat. Het wordt al een beetje gemaakt voor de wedstrijd. Dat komt dan nog uit tijdens de wedstrijd. Daar lijkt het op. Ik ook met die buitenspelfase van Thiago, dat is ook... Ja, maar dat is... Daar vind ik, als er nu iets is... Ja, waar dat de VAR gisteren wel slecht werk heeft geleverd, vind ik dat wel die fase. Omdat, dat is wel een fase waar dat je weet, tijdens de rust komt daar commotie over zoiets. Maar die is toch getrokken, die lijn? Ah, wel. Dat is het ding dat we niet weten. Hè. We weten niet wanneer dat die lijn getrokken is. Ja, is... voilà. Dat de VAR iets fout heeft gedaan. We weten gewoon dat de communicatie niet goed was. Okay. Ja. Maar het was wel een fase, een beetje à la, inderdaad, zoals ze zeiden, zoals Van Hazenbroek zei, à la Nielsen, zijn goal die op club werd afgekeurd met Union. Maar het was echt ook heel verder voor. Als het daar buiten spel was, dan moet je die penalty niet nemen, want dat is de aanleiding tot een ding. Maar als hij effectief getrokken is geweest, is er eigenlijk niks te zeggen. Maar dat was een beetje het probleem, dat er geen communicatie was, want Van Azenbroek gaf ook een interview net na de wedstrijd, en dan was het ook nog niet geweten dat die lijn effectief getrokken was geweest. Het was pas een half uur na de match. Dat nog buiten spel was, hè? Ja, dat was pas een half uur na de wedstrijd dat er bekend werd gemaakt dat die effectief getrokken was. En dan hebben ze die getoond op social media. En bij de voorbeschouwing tussen Anderlecht en Antwerpen hebben ze die dan laten zien. Maar laten we heel simpel zijn. Er was tijdens de wedstrijd werden er al lijnen getrokken. Ik denk dat Lorenzo van Tornhout heeft zijn lijntje getrokken op zijn gsm. En zelf daar kon je al schoon eens op zien dat hij wel onside stond. Allee, het was doenbaar ook. Hè. Dus dat hij van Hazenbroek na de wedstrijd afkomt dat hij de beelden niet gezien heeft, is bullshit. Hè. Hij heeft die beelden wel gezien. Hij heeft die allemaal gezien, dat Thiago onside stond. Maar hij is iets van, ik ga mij gelijk in even halen. Hij heeft wel weer zaken gezegd als iemand anders dat zegt, dan heeft hij een schorsing aan zijn benen. En ik vind het mooi dat Ludo van de Wallen vandaag zegt in Shotcast dat hij eigenlijk onbetamelijk is. Koen Frans heeft dat ook gezegd. Dat kan eigenlijk Evert Winkelmans ook. Evert Winkelmans ook, dat echt gewoon fout is. Maar Evert Winkelmans, die kun je niet verwijzen. Maar Ludo van de Wallen, sorry vriend, maar hij is zijn hoofdredacteur. Hè. Hij zegt het nu in de podcast, maar laat het wel passeren. Dat het in uw krant zo komt, dat het in uw artikels live zo komt, dat de clubwatcher van Gent dat gewoon klakkeloos overschrijft, dat er dan niets op gezegd wordt. Ja, sorry, hij is hoofdredacteur sport. Mm-hmm. Hij moet de lijn trekken. Ja, want Van Azenbroek insinueert bijna letterlijk dat ze op Jan Breidel anders fluiten, hè, de refs. Ja, dat is wat hij zegt. En dat Union de titel... Ja, en dat Union de titel 2 jaar geleden cadeau heeft gekregen. Dat club de titel cadeau heeft gekregen tegen Union. Dan moet ik hier bij een ploegcoach zijn die waar het er wel volk naar het stadion komt. Hè. Misschien dat hij dan ook een keer zijn voordeel heeft. Hein, maar nee, over Hein nog even. Club A-agent.
Het zou toch nooit hetzelfde zijn zonder Hein van Hazenbroek? Nee, allee, nee, het is los van het feit dat hij in de interviews maatloos geïrriteerd heeft als hij dan met zijn armen gaat zwaaien. Ja, het stadion staat recht. Is fantastisch, toch? Hè? Dat is mooi om te Hij heeft zien, er zelf ook mee gelachen. Op een bepaald moment zie je ook een beeld dat hij zo die armen in de lucht heeft. Hij draait zo zijn om dat publiek en je denkt van, ah ja, hier zijn ze weer. Ja. Nergens anders doen ze dat, buiten op, op club. Dat is geweldig om te zien, eigenlijk. Hein van Hazenbroek is relevanter voor clubsupporters dan aan Gent zelf. Ja, absoluut. Ja, maar dat is zo, dus wel een prestatie dat je zelf zo belangrijk kan maken. Klopt, sowieso. Dat wil zeggen dat hij wel iets teweeg brengt hè, bij de clubsupporters. Sowieso. Hij laat ook geen kans onbenut om in de aandacht te komen en om een hot take te lanceren. Dus... Zeker naar club toe. Buiten in de week heeft hij naar Ronnie Dela verdedigd, vond ik wel, tijdens de bench op 11. Heeft hij, die heb ik niet helemaal gezien. Dela toch wel lichtjes, omdat het ging over een journalist die een artikel had geschreven. Die had geschreven van vijf verschillende... Nee, de tactische analyse kwam van Wim Konings. Ja, van hoeveel manieren, hoe moet club spelen, hoe moet Dela spelen. En Van Hazenbroek zei van dat de journalisten daar niks op te zeggen hebben. Dat is Dela die dat beslist en niet de journalisten. En als ze het beter weten, dat ze een keer onze job komen. Ja, maar dat vind ik zo... Allee, ja. En als je beter kunt fluiten, ga zelf in het busje zitten. Ja. Rosse Magie had gezegd van hij kan alle problemen oplossen, hij moet hoofd van de VAR worden. Ik vind wel, journalist mag wel tactische analyses maken. Ja, sowieso, allee, als we kijken naar die Athletic bijvoorbeeld, dan worden daar fantastische tactische analyses gemaakt. En sorry, maar die mensen leren ook bij. En er zitten mensen tussen die, allee, met alle respect voor de journalisten in kwestie, maar er zijn clubwatchers. Die weinig kaas hebben gegeten van tactiek en die meer zo de sappige verhalen er rond doen en vooral leven van die interactie tussen verschillende mensen uit de kleedkamer waar dat zij dan bronnen in hebben om dan het showbiz nieuws in de sport eigenlijk te schrijven. Maar er zijn ook gewoon mensen die echt gedegen tactische analyses schrijven. Guillaume Mabe in der tijd, die kent wel het een en ander van tactiek en die Wim Konings, als ik dat lees, ik steek daar iets van op. Dus voor mij, hij mag dat doen. Ik vond trouwens het concept, denk zelf dat Wim Konings erin had gezet, dat hij dat de Kuiper als een inverted wingback dat een optie zou kunnen zijn. Dat dat een oplossing zou kunnen zijn voor Dela. Misschien leest Dela toch kranten, hè? Ja, wie weet. Waarschijnlijk niet. Dela toch rekening op een mee. Manier bereikt het hem wel, waarschijnlijk. Mm-hmm. Nee, ik denk dat iemand, andere mensen in de club lezen dat dan en doen misschien ook ideeën op en dat spreekt dan op. En, dat zijn constructieve stukken, dat zijn geen kritische stukken. Dus ik vind dat, alhoewel dat sympathiek is dat hij opkomt voor collega's op dat vlak. En hij gaat inderdaad zeer weinig collega's aanvallen. Ja, dat klopt. Dus dat moet je hem wel nageven. Vind ik wel dat hij... Dat je ook moet durven zeggen dat de journalist in kwestie hier niet echt iets te verwijten valt. Mm-hmm. Mm-hmm. Er is genoeg andere zeik waar we kunnen journalisten voor aan de schandpaal nagelen. Zeker en vast. Maar hij brengt wat teweeg op Jan Breidel, Hein van Hazenbroek. En wie gisteren ook wat teweeg bracht op Jan Breidel was Igor Thiago. Twee doelpunten, twee strafschopdoelpunten. Die eerste, Nicola, hoe lekker legt die binnen? Mm. Ja. Ja, dat is spits met vertrouwen. Nee, anders schiet je die niet zo binnen. Nee. Als je je goed voelt, dan schiet je hem zo binnen. En ja, dat is, denk ik, het prototype van de perfecte strafschop. Denk, beter kan je hem niet zetten. En nogthans, Roef staat erom bekend om een strafschoppenpakker te zijn. Zeker. Als je hem twee keer naar de verkeerde kant stuurt, dan heb je niks te zeggen. En zelf Hans van Aken die komt niet aan de bal. Dus, De eerste was de juiste kant. Maar hij was heel erg... Ja. Hij komt naar de juiste kant. Maar zo kraak je de strafschoppenpakker. Zo kraak je. Ja, is ook. Ja, als je hem gewoon even in de naak knalt. Maar buiten de strafschoppen ook... Supergoede eerste helft. Ik denk dat Watanabe het nog nooit zo moeilijk heeft gehad. En ook in tegenstelling tot wat een beetje het probleem was in die eerste maanden bij club. Ook in het samenspel. Spel verleggen, goede keuzes maken. Af en toe gebeurt er technisch nog een keer een foutje. Maar ja, bon, het is niet Karim Benzema die er al voor staat. Ja, voilà. Dus, ja. Voor een spits van de Jupiler Pro League, van club... Ja, 16 goals in
Wat is het? 16 goals in 26 wedstrijden of zo, denk ik. Ja, wel, waarvan hij waarschijnlijk een deel ook maar heeft ingevallen, want Jutkla heeft ook een paar basisplaatsen gehad. Dus ja, als hij zo verder doet, dan komt hij dicht tegen de 30 aan op het einde van het seizoen. Lapper 10 centimeter bij en je hebt Polo Nwachu. Ja. Ja, klopt. Hij is iets breder als Onuwatch. Hij is iets breder als Onuwatch, maar ja, omdat hij ook iets kleiner is. Omdat hij 10 centimeter maar 1,93 meter is. Zeker. Maar het is wel een beest. Het is echt zo spelen. Het is in duel gaan, bal aannemen, mooi stillen, de voet bijhouden, dan even nog een speler bezig houden en dan die bal weer versturen naar de juiste man. Hij voelt de spelers veel beter in zijn rug ook zitten. Zowel de tegenstander als de eigen spelers die opduiken, voelt hij veel beter zitten. Dus het is een plezier om naar te kijken. Het is het prototype clubspeler ook, omdat hij heeft die grinta. Ja. Blijven lopen, druk zitten, dat doet hij wel goed. En zijn celebration dan ook nog een keer met die geweren. Het is misschien niet super passend in deze tijden, maar... Niet echt. Oh ja, zolang dat hij scoort, mag hij het blijven doen van mij. Ja, voilà. Ah, trouwens, over celebrations. Wat vonden jullie van de celebration van Mechelen en Skoras? Ja, de Harry Potter. Tegen Bodo Glimt. Harry Potter fans. Doe maar. Ik vond het niet de meest elegante Harry Potter, Mechelen, maar het moet kunnen. Ik heb het nog nooit gezien. Unieke kans voor de clubmediateam om het filmpje te pakken en dan Hermelien erbij te zijn. It's Wingardium Leviosa. Ja, dat had mooi geweest. Ja, ik heb het ook wel nog nooit gezien in Harry Potter Celebration in voetbal, eerlijk gezegd. Ja. Het is gelukkig dat het iets anders is, hè. Nou, voilà. anders is het altijd hetzelfde. Het is hetzelfde. Ik heb je weer uit je concentratie gebracht. Het is niet echt. Thiago doet goed. We hebben een vraag binnengekregen van Match Worn FCB. We hebben het er straks ook al een beetje besproken, maar waarom niet bluffen gewoon in de tweede helft? Ja. Gezegd heb daarnet... Het is gewoon die nul proberen houden, denk ik. En zoals Karel dan ook weer zegt, het is een miste kans om ze echt een pandoering te geven, Gent. Maar langs de andere kant, stel je voor dat je heel aanvallend begint op die tweede helft en meteen op een counter loopt en meteen die 2-1 binnenkrijgt, dan zit je te zeggen, waarom hou je die 2-0 niet vast? Het zal altijd iets zijn. Van Aken haalde het ook aan in zijn post-match interview, hè, dat hij zei van misschien hadden we wel wat meer moeten doen voor die 3-0. Maar het zat misschien onderbewust wel in ons hoofd dat we op safe waren spelen en dat we met een redelijke matchload zitten. Dus ik denk dat gewoon een beetje in de ploeg kruipt. Ik vind het gewoon jammer dat als we 1, 2, 3 beginnen roepen, dat is voor mij van de leukste dingen dat we kunnen zingen als publiek. Ja, zalig. Dat mij altijd meekrijgt, dat dan de ploeg niet versnelt. Dan wil ik er geen pas achteruit zien. Maar de helft verstaat geen... Op Bluvenhaven verstaan ze ook allemaal. Hè. Ze moeten 1-2-3 beginnen zingen of zo. Ja, 1-2-3. We zijn Club Brugge. Niet de cringe maken. Ja, maar je merkt ook wel dat op Jan Breidel ook wel leeft. Hè. Zo, na minuut 70 werd er zo een keer nog eens een bal achteruit gegeven en merkte je toch zo van... We voelen zo'n zucht in het stadion van... Een hot verdomme. Oh. Ja, verdomme, nu gaan ze weer achteruit. Hadden ze die bal in de ploeg. Ja, zelfs als hij 2-0 voor tegen Gent. Ik vind het toch een gemiste kans om iets meer toch te tonen. Je mag... Vanaf 3-0 mag je op de rem. Ja, en ik vind ook, je mag de bal in de ploeg houden. Hè. Dat, zeker als 2-0 voor staat, je speelt op het resultaat sowieso. Maar één kans creëren tegen 10 man... Ja, dat vind ik toch wel een beetje ondermaats, laat ik maar zo zeggen. Blijft wel aan agent, natuurlijk. Maar tegen 10 moet je die ruimtes kunnen vinden. Ik moet wel zeggen, pluim voor Julien de Saar, die een soort van hybride rol ging gaan spelen. Die een balbezit soms mee inschoof. Eerst de opbouw van de verdediging verzorgde, dan mee inschoof op het middenveld, om daar druk mee te kunnen zetten. En eventueel een balverlies te kunnen compenseren. Die schipperde heel goed tussen de twee posities, dus die speelde eigenlijk voor 2 in de tweede helft. Dus dat was wel chapeau van hen. En ook goed gezien. Maar Mm-hmm. Moeten we nu ook een pluim geven naar Dela? We hebben hem vorige maand op hetzelfde moment ongeveer, zeiden we toch dat het veel de fout was van Dela. Heeft dan toch wat geswitcht, is iets
volwassener voetbal gaan spelen, met meer pragmatisch op de nul toch, een beetje gokken ook elke wedstrijd. Moeten we dan ook eens zeggen dat ja, tot nu toe hij het gewoon heel goed heeft gedaan de afgelopen maand? Mm-hmm. Ja, en ja, alleen om te beginnen, oh, als je het beginseizoen tot nu kijkt, in Europa, ja, praktisch perfect rapport. Ik bedoel, ja. Ik zou het misschien 19 op 20 geven tot nu toe in Europa. Schuple Pro League is een ander verhaal, dat weten we. Maar ja, nee, heeft de juiste kleine switchjes gemaakt. Hè. Gelijk Mechelen en Spileers dan veranderen van kant. En dan ja, inderdaad iets behoudender, misschien de zes een andere taak geven. Twee zessen, echt. Ja, ze spelen vaak, ja. Naast elkaar. Een beetje. Twee echte controleurs daar op het middenveld. En dan Van Aken, die wat hoger staat dan. Dus ja, nee, goede zet, denk ik. En ja, het is een huizenhoog cliché in het voetbal. Maar eerst je organisatie en dan mooi voetbal. En ik denk dat hij daar ook een beetje naar teruggegrepen is. En ja, het levert op, hè. Ja, mm-hmm. Ja, het is als we nu het kunnen doortrekken tot de kerst, dus nog twee wedstrijden, dan heeft hij tijd om er goed voetbal weer wat meer dynamiek in te brengen, denk ik. Ja, maar ik vind wel dat er goed voetbal te zien is doorgaans. Ja, het is niet verkeerd, inderdaad. Er zijn meer looplijnen te zien. Maar we mogen nu Dijla een bloemetje toewerpen, maar ik vind ook niet dat hij voordien dat het noodzakelijk allemaal zijn schuld was. Nee. Ik vind dat er is een deklik gekomen, en we kunnen zeggen dat we willen. Er is een soort van deklik gekomen, een soort wij tegen de rest gevoel. Ook dank met het ontslag van... Ja, voilà, daar is het een beetje begonnen. Zo van, ze beginnen ons persoonlijk aan te vallen, dus dat is wat een zaadje beginnen kiemen. Dan heeft Vincent zijn ontslag ingediend. Dat heeft ook een soort van rust in de hoofden precies gebracht in de spelers. En je merkt ook nu gewoon in de content die ze delen, in de posts die ze zelf zetten. Het is veel meer ja, onze bende, de gang, zo. Allee, die kleedkamer hangt aan elkaar. Het huis van wantrouwen is precies verdwenen. Mooie kleedkamerfoto ook gisteren. Ja, mm-hmm. Voilà. Maar dat hebben we het voorbij anderhalf jaar bijna niet gezien. Niet gezien, bijna. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee. Dus nu hangt die ploeg veel meer aan elkaar. Dus, en dat is belangrijk. Ja, en over goed voetbal gesproken, hoe lang is geleden dat we nog echt goed voetbal hebben gezien voor een lange periode op club? Ik zou denk ik naar de periode van Clément, de eerste periode van Clément. Ja, Clément, ja. De beginperiode van Clément, ja. Dat eerste jaar daar dat we op Real Madrid en zo winnen, die periode. Ja, dat was top, hè. Dat was top. Seizoen 1 en 2 van Clément. Ja. Ja, dat was ja, echt nee. Goed. Sindsdien niet. Maar ja, daarna is het wel... onder Hoefkens, oké, Champions League-campagne, fantastisch, maar... Echt goed voetbal? Nee, maar ik vind individuele nu ook individuele klasse. Ja, ik dat vind, wel. Ik vind dat nu ook het. Wel, we spelen geen verkeerde voetbal of zo, maar ik vind wel, voor de kwaliteit die we hebben, vind ik wel dat we nog altijd heel weinig creëren of zo. Mm-hmm. En dan zit ook nog Mechelen, vers in mijn geheugen natuurlijk. We hebben daar tot minuut 80 niks gecreëerd eigenlijk, hè. Ja, dus er gaan blijft altijd van die momenten in zitten ook. Ja, dat blijft dan toch. Maar langs de andere kant weer, ja, organisatie eerst. Ik bedoel, we hebben ook niks weggegeven. Die matchen geven niks weg, hè, tegen Mechelen. Nee. Allee, op twee afstandsschoten na ja. Ja, hebben ze niks kunnen tonen. Ah, Gent eigenlijk ook niet, gisteren. Pas ook in de tweede helft, in de eerste kans. En de eerste helft, zelf heel die periode met 11 tegen 11, waar ze het eerste kwartier... Ja, echt dominant waren en club enorm in de probleem brachten. Ook geen echte kansen gecreëerd tegen ons. Hè. Nee. Ja, en dat is nog een cliché. Als je nul houdt, dan heb je sowieso al een punt. Dus, Wel ja, over de nul gesproken, dat brengt ons bij de stelling van de week. Want we zitten aan 5 wedstrijden op rij met een doel. En Justine vraagt zich af, komt er nu nog een centrale verdediger bij? Of gaat club zich blind staren op de clean sheets van afgelopen weken? Take it away, Karel. Volgens... Wacht, dan moet nu Peter van den Bemt de wandel hangen. Ik hoorde Thomas Staken vandaag zeggen dat er al geen vervanger komt voor Rick de Mil. Ik heb het gevoel dat er geen geld wordt uitgegeven als het niet moet uitgegeven worden op dit moment. En... ik vermoed dat ze daardoor wel eens zouden durven denken dat het voldoende is met de 3 verdedigers die ze hebben. Als er nu nog iemand mij zegt dat Dedrick Boyata een potentiële speler is die speelgoed kan krijgen bij Club Brugge, dan ga ik wel redelijk pissig worden, want kans 47 is ook de mist ingegaan.
Maar ik heb ergens wel een beetje schrik dat ze dat nu niet gaan doen. Nu, ik blijf ook wel zeggen, noem mij de speler die je moet halen. Mm-hmm. Ik vind ook niet dat je de volgende Jack Henry moet halen daarvoor nu. Nee, dat heeft geen nut. Nee. Dat is geld uitgeven dat je niet zou moeten uitgeven. Maar moest bijvoorbeeld ik heb het nu een keer onlangs op zitten, maar een Maxime Estijven, moest die kunnen komen van Montpellier, denk ik. Dat zou wel een optie zijn, dat je mee iets kan doen. Dus zo'n speler, ja, oké. Komt er bij een topploeg een centrale verdediger die speelminuten nodig heeft, die een half jaar kan lenen, waar dat je echt in gelooft, en die ervoor zorgt dat Spireers en Ordóñez nog iets meer kunnen groeien, oké. Maar ook niet gewoon iemand halen, dat hoeft niet. Maar ik zou het jammer vinden, moesten we nu zeggen van oké, het werkt weer, we gaan niet verder investeren in onze kern. Mm-hmm. Ik zou hem ook gaan halen, die verdediger, maar zoals Karel zegt, je moet de juiste man vinden. En inderdaad, het moet echt iemand zijn die heel specifieke leiderskwaliteiten heeft, alleszins goed kan uitvoetballen en idealiter linkervoetig is, of heel goede linkse voet heeft. Ja, dat is zeer moeilijk. En ook, ik kan ergens de redenering van het bestuur verstaan, in de zin van ook na een nieuwjaar zijn er in principe ook pak minder wedstrijden dan ervoor. Mm-hmm. Het is te zien hoe ver we nog gaan in Europa. Inderdaad. Maar we staan al één ronde over. En met een beetje pech kan altijd loodje een Aston Villa. En dat is meteen gedaan. Hè. Maar er zijn sowieso nog 20 wedstrijden in de competitie dat we spelen. Dan nog sowieso één wedstrijd in de beker minstens, maar misschien nog en twee in de conference sowieso. In totaal. En dan nog sowieso twee in de conference league, maar mogelijk ook, zeven. Vier, zes of acht. I have a dream. I have a dream. Ja, alles in Athene 24. Athene 24. Here we go. Ah, nee. Ja, ik denk ook dat we gewoon voor die centrale verdediger, als er zich een opportuniteit... ik zou het ook doen, maar zoals Karel zegt, echt enkel als je zeker bent of als er zich een opportuniteit voordoet op de laatste dagen van de winterperiode, volgens mij zal het eerder zoiets zijn, dat we aan het einde van de wintertransferperiode iets gaan nog misschien doen. Anders denk ik niet dat er nu al ergens intern een zekerheid is van die gaan we halen in de winter. Goed, valt dus te zien, valt te bezien. Wat ook nog te bezien valt, is de hoe is het nog met? En Nicola, jij hebt deze week voor ons een hoe is het nog met je gemaakt. Ja, ik ga er een quizje van maken. Het gaat geen makkelijke zijn, dat zeg ik al op voorhand. Okay. Het is een speler die zowel voor club heeft gespeeld, voor onze volgende tegenstander, RWDM, als voor Union Saint-Gilloise. Weliswaar bij Union in tweede klasse. Bij RWDM hun eerste, dus spreken dan ergens eind jaren 90. De gouden tip. Hij was de allereerste externe gast ooit bij de klokken. Als ex-speler. Poeh. En eigenlijk zou Karel hem moeten weten, want Karel was de aflevering nadien ook de gast. Ja, dat moet je blijven zijn, maar dat is al lang geleden. Dat was nog Het is lang geleden. De kok. En hij heeft wel niet veel wedstrijden voor club gespeeld. Hij heeft maar 16 wedstrijden voor club gespeeld. En hij heeft in die periode 3 doelpunten gemaakt. Maar, heel opvallend, alle 3 in dezelfde wedstrijd. Hij heeft ooit een hat-trick gemaakt op Oostende. In een 0-6 onderoverwinning. Of 1-6. Het is... Nee. Het is de jaren 90, dus het is niet de man van Wembley. Ik zou het al niet meer weten. Oei, het is een moeilijke. Ja, het is geen makkelijke. Het is geen makkelijke. Waarschijnlijk zit nu iedereen thuis die luistert. Het is de dure. Ik kan nog tips geven. Positie? Aanvaller. Aanvaller, een beetje polyvalente aanvaller. En de man is nu ook kapper van beroep. Goh. Ah ja, nu weet ik het. Ja, nee, dat is niet. Totaal niet. Moet ik het zeggen? Ja. Ja, ik had... Het is Yves Bullings. Ja.
Ah ja, dat soort dingen. Ja, dat ik nooit heb gekomen. Ja, Yves Brunings, geboren op 22 juni 1972 Schande. In Halle. Dus komt van dezelfde regio als Nico, als Matthias, als Thibaut ook, denk ik. Ja, klopt. Van het Pajottenland. Yes. Nico kende hem ook een beetje. Dus vandaar dat we hem ook toen de gast hebben gehad. Hij is gestart bij SK Halle. Dan naar Waals-Brabant geweest. Naar AFC Tubize. Daar maakt hij 47 doelpunten in 54 wedstrijden, wat dat toch een groot aantal is. En dan kreeg hij de kans om naar Club Brugge te gaan, in eerste instantie bij de beloften. Maar moest daar niet super lang blijven. Dan direct naar het eerste elftal. En dat was denk ik onder Hugo Broos dat hij is mogen debuteren bij Club. Hij heeft daar onder andere ook de titel gepakt. En inderdaad, zoals ik daarnet zei, bij op Oostende een hat-trick gemaakt. In een 1-6 overwinning. Dat was eigenlijk de enige hoogtepunt bij Club. Maar dus wel een ex-clubspeler. Daarna heeft hij nog gevoetbald voor Beveren, Denderleeuw, RWDM Molenbeek tot de jaren 2000. Dan naar La Louvière gegaan. FC Strombeek, opnieuw Tubize, om dan in 2006 tot 2008 bij Union te gaan spelen. Is daar zelf gedegradeerd van tweede naar derde. Huh. Waar is de tijd? Je kunt ons nu niet meer voorstellen bij Union. Om dan bij KSKL, Ternat, SK Halle en SK Leeuw nog te gaan voetballen. En dan zijn carrière te stoppen. Yves Bullings is wel nog altijd een zeer sportief man. Want de man loopt marathons voor het plezier. Is een beetje zo'n ultraloper. En heeft zijn eigen kapsalon. Dus als je haartjes wil knippen, dan moet je naar daar gaan. En... Nee. Het jammer is dat ik nu wel de naam van een kapsalon niet meer heb. Salon de coiffure Burlings Yves. Ja, voilà. Originele dus, naam. Google het eventjes en je kan je haar laten knippen door een ex-voetballer van Club Brugge. Hoe fantastisch. De man heeft ook maar 14 Google reviews en een 4,5, dus geef hem even een goede review ook. Help hem ook dus, verder. Shout-out naar Yves Bullings en kijk... Als je goede clubverhalen wilt, moet je daar naar. Ja, Timo, je woont daar niet ver van, hè, de volgende keer. Ah, wel, eigenlijk een stopkoekje doet, kun je bij Yves langs gaan. Ja, dat is waar. Eigenlijk moet ik dat gaan doen. Ah, wil ik dat eens doen. Jawel. Dus gevoetbald bij Club, Union en RWDM Molenbeek. Cool. Amai, cool. Ook onze twee volgende tegenstanders. Hè. Nice. Nice. En voor de mensen die meer willen weten van Yves Bullings, we hebben de klokken. Die aflevering staat ook altijd op Spotify voor degene die... Ze willen iets beluisteren. Ja, het is wel eventjes terugscrollen. We zitten aan hoeveel? 118? 118e aflevering vandaag. 118. Ja, kijk. Dus het zijn al redelijk wat. Dus we gaan wel eventjes naar beneden moeten scrollen. Want het is wel een leuke man voor een keer te horen. De audio-kwaliteit gaat dan wel iets minder zijn dan vandaag. Maar de verhalen daarom niet minder. Voilà. Dat is nostalgie. Dat is nostalgie. Absoluut. Is dat, hè? Lijkt al lang geleden. Ja, dat is het ook al even. Denk ik 3 jaar geleden. Ja, sowieso. Sowieso. Maar RWDM en Union brengt ons dus naar ons Brussels tweeluik. Vrijdag gaan we naar RWDM en dinsdag volgt Union. Laten we vooruitblikken op RWDM eerst en vooral. Ja, RWDM heeft vorige week 3-0 van STVV gewonnen. STVV toch een ploeg dit jaar die moeilijk te kraken zijn. Dus ik zou toch zeggen... Ja... Niet helemaal onderschatten, die verplaatsing. En ze hebben ook nog iets goed te maken tegen ons, hè, na die 7-1 in de heenmatch. Dus ze zullen misschien wel een beetje gebrand zijn op revanche bij de Brusselaars. En aanvallend wel een sterke ploeg. Hè. Onze clean sheet in de Super Pro League, hadden we die daar ook kunnen rechthouden. Of twee lukt, ze nog veel straffer zijn. Ja. De twee Brusselse ploegen, daar zijn we helemaal vertrokken. Maar onze verdediging zal zeker getest worden de komende twee wedstrijden. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook wel. Het zal geen gemakkelijke wedstrijden worden. Zeker ook niet dinsdag Union, die op bezoek komt. Ook altijd pittige wedstrijden, toch? Maar het zou wel mooi zijn om 6-6 nu te pakken, net voor de kerst. Dat is toch een gevaarlijke jinx. Het gaat over eitjespellen. Union is een ploeg die ondertussen toch al een half dozijn eitjes met ons moet pellen. Ja, maar ze hebben wel gewonnen. Hè? Twee maanden geleden thuis. Ja, maar... Vorig jaar zijn ze ook komen winnen op Jan Breil. In de play-offs, In de play-offs. Ja. Dus, ja. Het is...
Het zal tricky worden, dat denk ik wel. Union is een goede ploeg, hè? Dus dat is heel simpel. Union heeft alle elementen van de ploeg die zeer moeilijk te bekampen is door die snelheid voorin. Door het feit dat ze ook gewoon zoveel verschillende profielen aanvallend kunnen inbrengen om eigenlijk een verdediging af te matten, waardoor dat ze heel vaak in het slot dan ook nog een keer kunnen scoren. Dat middenveld met allemaal hybride middenvelders ook. En dan die verdediging is gewoon oerdegelijk. Dat is eigenlijk het concept dat Club nu toepast. De rang gesloten houden en dan snel uitbreken. Met Lazar en de Puertas, die mogen overal aan de bal komen. En dat zal altijd, die zijn altijd iets goed mee doen. Iets dat me afvraagt, tactisch voor tegen Union. Is dat wat we van achter moeten doen? Want ik herinner me in die heenwedstrijd dat Mechelen zijn niet zo hoge snelheid wel heel hard werd afgestraft door Amoura. Die is er niet trager op geworden. Moeten we misschien met onze twee snelste centrale verdedigers spelen? Of zou je Brendan toch laten staan? Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk hoe dat je die tactisch opvangt. Ik zou altijd Brendan laten staan, denk ik wel. Ja. We staan ook wel iets lager als toen, hè. Ja, voilà, dat is één. En twee, ik weet niet of dat Brendan trager is dan Ordóñez. Ordóñez is misschien iets vlotter in duel dan Brendan. Want Brendan's interceptie is beter, is meer gelouterd daarin. Brendan is niet traag. Hè. Misschien wel opteren voor... Heel snel. Misschien wel opteren voor Buchanan rechts. Want Amoura durft ook wel eens uit te wijken naar de flanken. Hè? Ja, dus, altijd. Dat doet hij wel vaker dan enkel centraal te lopen. Buchanan is natuurlijk wel niet bij de traagste. Dus dat kan wel helpen. Maar bon, het zal... Ik vrees voor een hele gesloten wedstrijd. Op de tweede kerstdag. Allee, kerstavond. Ja. Ik denk dat Union zal blij zijn met een punt op Jan Breydel. Zoals veel ploegen, denk ik. En wij kunnen enkel blij zijn met 3 punten. Ja, wij moeten echt gaan winnen. Ja, voilà, wij gaan moeten winnen. We gaan nu echt 6-6 moeten pakken. Als we 6-6 pakken, dan doen we wel terug mee, denk ik, echt, voor de hoofdprijs. Dan komen we sowieso op 11 punten. Dat is nog altijd veel, 11 punten, vind ik. Maar dan heb je alles in eigen handen. Ik ben er al 5,5. Ja. Heb je alles in eigen handen, hè, 5,5? Maar het is natuurlijk Moet je alles al winnen. Komt er geen puntendeling. Laat ons zeggen, als je op 7 punten, 6 punten voor halvering kan komen van Union, ja, dan doe je mee. Dan zet je een achtervolging in. Ja, als het zijn 10 wedstrijden. Union bij het begin, het zijn 10 wedstrijden. We hebben ook vandaag de tweet van Jarno Berto gezien. Het zijn 10 wedstrijden waarin dat alle ploegen die momenteel in de top 6 staan, ongeveer evenveel punten halen. Ja, 1 punt verschil of zo. 2 in totaal. Union, 8 op 15 Union van Union, punt mee, wij 8 op 18. Ja, en ik denk dat de minste is 5 op 18 of 5 op... Antwerp. Ja, 5 punten. Dus, er gaat... Je gaat niet veel goed maken in de playoffs. Ik zie ook niet een ploeg momenteel die aan het toewerken is naar een niveau waarin dat je zegt van oké, die spelen hier in april en in mei spelen ze iedereen kapot. En ik denk, Union zit op zijn topniveau nu. Club is daarnaar aan toegroeien en komt dan volgens mij iets beter in kwaliteiten dan Union. Anderlecht zit ook op zijn topniveau. Antwerp kan nog iets beter. Genk presteert echt onder niveau. En Gent hangt heel erg af van de vorm van de dag een beetje. Maar die kunnen ook, als iedereen fit is, kunnen die ook echt heel goed zijn. Dus ik zie niemand van die 6 ploegen die er bovenuit steekt. En als er één iemand onderuit steekt, dan is het Genk momenteel. Ja. Nogthans, in het verleden, in de playoffs, is ook wel al vaak geweest. Dat er toch, ondanks dat er veel ploegen in die playoffs zitten, veel topploegen, dat er wel regelmatig één is die er compleet bovenuit steekt. Ik denk aan de Genk een paar jaar geleden. Standaard heeft het een paar keer gedaan. Dat was ook vaak een playoffs waar dat je... gedaan, maar dat was net geen kampioen geworden. Dat was ook vaak een playoffs waar dat je 4 goede ploegen had en 2 echt... Ja, dat je altijd 6-6 met de Oostende en de Sint-Truiden en zo te waren. Dat je meestal altijd 6-6 en dat was altijd het geval zijn. Nu zijn 6 echt de top ploegen waarschijnlijk dat er gaan bij zijn. En dan ga je elke match ga je kunnen winnen en kunnen verliezen. Sowieso. Zelfs al zijt je beter als het tegenstander, je gaat kunnen verliezen. Omdat iedereen heel veel kwaliteit heeft. Het zal een kwestie zijn, als iedereen een beetje dicht bij elkaar staat, dan zal het kwestie zijn van wie het best met die stress om kan.
Ja. Staat er één ploeg 5-6 punten voor op de tweede, dan denk ik dat die dat niet meer uit handen geven, behoudens een complete ineenstorting door stress. Wat Union wel al is. De eerste keer zijn bij Union ook niet. Nee. Maar... nee, het is dat, dus dat is... Ook dat niet is... de tweede keer. Dat is nog koffiedik kijken in de toekomst. Mogen we nu eerlijk zijn dat we toch iets wat... Allee, dat je dat toch triestig zou vinden voor Union? Moesten ze dan nu bijvoorbeeld zo 6-7 punten voorstaan bij het ingaan van de play-offs en dat weer het handen Ik zou het triestig vinden, moest het niet club zijn. Allee, als club is, vind ik het triestig. Maar voor de rest, ja, nee, sowieso. Nee, zeg maar hoor. Ik ga dat vernauwen als het club is en het is met echt Club Brugge voetbal. Ja. Want hoe dat wij de vorige keer de titel hebben weggenomen van Union, alle respect voor hoe dat we dat gedaan hebben. We hebben gespeeld op de kwaliteiten die we hadden. Maar we hebben dat niet met mooi voetbal gedaan. Nee, maar is Club Brugge voetbal per se mooi voetbal? Niet met romantisch voetbal, maar het was wel, ik vond het wel... Het was geen Club Brugge voetbal. Het was geen Sturm und Drang. Het was zeer bereikt. Ja, maar het was Club Brugge is inderdaad niet romantisch en naïef voetballen. Maar het is ook niet... Ook geen wiskundig voetbal. Het is Sturm Ik vond dat in de play-offs vooral. Ik vond ons wel in de competitie. Het pakken we daar op het moment wel, denk ik, 27-27. Of, dan was het echt wel met momenten goed, hoor, onder Schreuder. Hij is vooral... Bij momenten wel, maar ik herinner me één supermatch onder Schreuder en dat was thuis tegen Antwerp. Dat was een Maar zoals... Ik vind niet per se dat Club Brugge voetbal supermooi voetbal of zijn. Ik wil vooral strijd en passie zien. En dat zag je wel in die wedstrijd tegen... Ja, we komen er ook wel geweldig goed weg met die penalty gisteren van Zijer, want anders zijn we nooit kampioen. Ja. Voilà. Het was ook dat echt wel het geluk dat wat mee zat. Maar voor die thuiswedstrijd tegen Union, ja, als dat geen strijd en geen gevecht was, dat weet ik het ook niet meer. Want dat was ook wel... Die 1-0 werd er gewoon gezogen. Hè. Die moest erin. Hey. Op welke manier, dat maakte niet uit. Het was ook met een halve on-goal. Ja, dat was mooi. Dat was leuk. Leuke wedstrijd. Maar dat vond ik wel Club Brugge voetbal. Die ja, maar dat is bij momenten. Ik wacht nog altijd op een keer een seizoen waarin dat wij tonen dat wij zoveel meer budget dan de tegenstand hebben, waarin dat wij het spelersmateriaal dat we in huis hebben echt kunnen omzetten, waarin dat we ook een kern hebben die volledig af is en die op een volwassen manier speelt. En we waren daar een paar seizoenen geleden waren we daar enorm dichtbij. Maar we hebben ik heb het gevoel dat we het zo net dat moment gemist hebben. En dat we nu weer aan het opbouwen zijn naar een nieuwe ploeg. En dat misschien binnen, ik denk niet dit seizoen, maar misschien binnen 2-3 seizoenen, met een De Kuyper, met een Sabbe, met dan hopelijk een goede opvolger van Van Aken, dat we zo'n keer een ploeg met echt clubspelers kunnen hebben, waarin dat die clubidentiteit er echt gewoon in hun bakken zit. Waarin dat we dan een keer echt ook een seizoen kunnen spelen, waarvan dat we binnen 40 jaar nog gaan zeggen van, weet je dat Club Brugge nog? En dan wil ik maar zeggen, ja. We hebben de eerste titel na 11 jaar, dat was zo'n ploeg. Maar daar wist je ook van, er zitten nog een paar posities in die het niet helemaal zijn. Ik bedoel, dat was dan toen... iedereen weet, Simons vormer Van Aken, Diaby, Vossen en Izquierdo. En dan in de verdediging was dat Mechelen, was dat toen Duarte? Engels Denswil. De Bok. Ja, dat wisselde wel wat af. De Bok. De Bok en Kools op. Was dat? Ja, Meunier was al weg. Meunier was die zomer dan na de titel. Ja, op TK inderdaad. Toen vertrokken. Maar in de goal toen? Butel. Dat was na Butel. Brucese en Noordpaard. Butel. De Bok, die ploeg was nog niet af. Ja, het was niet een 100%. Misschien de allerlaatste keer dat we dat hadden, misschien onder Soljet in 2005 en Gerrits in 7 of 98 was het, denk ik. Vooral Soljet in 2005. Ploegen die af waren. Simons Anglebertje, Lange, Balaban, Balaban nog niet, Lange, Vrij en wie stond? Mendoza. En dan in de verdediging, Clément, Maartens, Van der Rijden, De Kok. En Verlinden in de hol. Dat zijn van die ploegen, dat zit erin. Kun je zelf Sandy Martens als bankspeler, kun je dat opnoemen. Dat zijn zo van die ploegen dat je niet meer gaat vergeten. Klopt. Ja, het verleden. Maar we leven in het heden, jongens. En we gaan dus
naar RWDM en naar Thuis Union. En dan rest er met jullie nog een pronostiekje natuurlijk te vragen voor deze wedstrijd. Eerst en vooral zullen we beginnen met RWDM. RWDM vrijdag. 1-3. Karel? 0-3. 0-2. Oké. Okay. Dus drie keer een overwinning, dat zou mooi zijn. Union? Goh. Ik mis soms een beetje spektakel. Dus ik ga voor een heel spectaculaire 4-3 overwinning. Ja. Ja, ik ga alle gekheid op een stokje op tweede kerstdag. Dan mag het wel een keer iets meer zijn. Ik zeg 1-0. Okay. Geen hekheid, geen stokjes. Geen, ja, nee. Ik ga voor... Het is ook wel iets realistischer. Ja, ik denk het wel. Ik ga voor 0-0. Een saaie wedstrijd op kerstdag. Op tweede kerstdag. Ja. Ik denk dat misschien het meest... meest plausibel, ja. Ja, ik denk het ook wel. Alhoewel, Union scoort ook bijna altijd. Hè, dus, ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar juist daarmee... En wij scoren thuis ook bijna altijd. Dus, ja. Juist daarmee dat dat zo'n match is waar hij dan net al twee niet scoort. Ja, zou typisch zijn. Zou typisch zijn. Nee, super. Dan kijken wij vooruit en rest er mij jullie ook nog te bedanken voor deze aflevering. En ga ik jullie ook al een fijne kerst wensen, Karel en Nicola. Ja, voor jou ook. Allee, Nicola, ik zie jou nog vrijdag op RWDM natuurlijk. Ja, nog een bedankt om aan kaarten te helpen, Thibaut. Dat is graag gedaan. Hopelijk wordt het een leuke away en zijt je een geluksbrenger op verplaatsing. Dat hangt ervan af. Hè. Ik ben meegeweest naar Mechelen, naar Standaard, naar Anderlecht en Eupen dit jaar. Dus zeer afwisselende resultaten. Ja. Ja. Oké, dus we kunnen er niks uit voorspellen eigenlijk. Nee, er valt eigenlijk weinig uit op te maken. Ook aan de luisteraars natuurlijk bedankt. Wij zijn terug, Nicola, ik kijk naar jou. Wij zijn terug, pas na Union zijn wij terug, denk ik. Ja, want op kerstdag gaan we die opnemen. Op tweede kerstdag speelt club. Dus het zal 7 of 28 december zijn. Het is volgende week woensdag of donderdag dat we gaan opnemen. Ja. En dan komt een paar dagen of de dag nadien de aflevering online. Dus. Voilà, dus dan zijn we dan terug. Niet vergeten ons te volgen op Instagram, Twitter, YouTube natuurlijk. En graag tot een volgende keer. En een fijne kerst.